En ik ga vragen aan Pepijn Zwanenberg om dat nader te verklaren. Onze dochter Kate heeft 2 papa's en 1 mama. En ik voel me een enorme geluksvogel om onderdeel te zijn van het gezin wat jullie hier op de dia zien. En het zijn steeds meer kinderen in Nederland die opgroeien in een regenbooggezin. Wij voelen ons alle 3 net zoveel papa of mama, net zoveel ouder van onze dochter Kate als net zoveel. Alleen voor de Nederlandse wet is het niet goed geregeld, kunnen gewoon met 2 ouders zijn officieel ouder. Naast dat dat niet goed voelt, is het ook zo dat dat heel veel praktische problemen met zich meebrengt. Het heeft met het openen van spaarrekening, dus klein bier natuurlijk eigenlijk. Maar het gaat ook als zij onverhoopt bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht zou komen. Er zijn allerlei praktische problemen waar wij tegenaan lopen. Nou is er een prachtig advies gekomen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap onder leiding van Aleid Wolfsen. En dat advies, dat was best emotioneel, denk ik, van al die ouders en al die kinderen die opgroeien in de regenbooggezin. En mijn vraag aan jullie als politiek is: willen jullie ook het belang van al deze kinderen voorop stellen en willen jullie het advies van deze staatscommissie zo snel mogelijk vertalen in de politiek, zodat dit geregeld is namens alle ouders, maar natuurlijk ook namens al die regenboogkinderen die in Nederland opgroeien? Wilt u bevorderen dat er een wet komt waardoor meer dan 2 personen ouderschap en ouderlijk gezag krijgen? Nou, om te beginnen is iedere plek waar een kind veilig en gezond op kan groeien, in iedere stabiele omgeving, een regenboog, niet regenboog, 2, 3, 4 personen, voor mij even goed. Dus ik snap ook heel erg goed wanneer u zegt, het voelt voor mij, evenveel vader of moeder, dat voelt voor ons allemaal precies hetzelfde en er zijn praktische problemen. Die praktische problemen die er zijn, die moeten worden opgelost en worden aangepakt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het gaat voor mij wel te snel en te kort door bocht. En daarom zeg ik iets meer geduld om goed te onderzoeken. Wat betekent dit juist in het belang van de kinderen? Want je regelt niet alleen voor als het goed gaat, en nu gaat het goed. U verandert ook een wet om te kijken wanneer het misschien niet goed gaat. En wanneer het met 4 ouders in het gat per ongeluk verkeert, dan zul je toch moeten nadenken wat betekent het dan in het belang van dat kind. Met omgangsregelingen met 2, 3, 4 ouders en eventueel 8 grootouders. Dus wij vinden elkaar, als gezegd, iedere plek waar een kind veilig en gezond opgroeit, regenboog, niet regenboog, is mij prima. Daar staat in het CDA-programma ook 1,5 alinea aan gewijd, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zeg, er zijn praktische problemen die moeten worden aangepakt, maar iets meer geduld en iets meer onderzoek en eerst zorgvuldigheid als het gaat om... Wanneer stellen we een staatscommissie in? Dat stellen we in wanneer we met weliswaar een moeilijk probleem zitten, maar alle expertise erbij willen halen om daarna niet meer te hoeven zeggen, politiek, ja, er zitten nog wel een paar dingetjes die ik wil weten. Nee, daarvoor hadden we die staatscommissie. Die was helder, die heeft zelfs letterlijk wetsteksten al geschreven die we zo kunnen gebruiken. Nou, dankjewel staatscommissie. Dus ik zou zeggen, en dat zeg ik niet alleen tegen de gemeenschap van LHBTI, maar tegen alle meervoudig, modern, samengestelde gezinnen die niet meer beantwoorden aan datgene wat ooit als normaal werd gezien, laten we dit zo snel mogelijk regelen. Want erachter zitten nog heel veel wetten en heel veel zaken die we zorgvuldig goed moeten uitvoeren. Dus snel aan de slag met de uitvoering van deze. Ik wil nog 2 dingen aan toevoegen. Ik ben het helemaal eens met wat Alexander Pechtold hier zegt. Het eerste wat jij zegt, dat emotionele, dat heb ik ook teruggehoord. Een vriend van mij heeft zo'n gezin gevormd en is helemaal niet met politiek bezig. Maar toen dit naar buiten kwam, dat gaf een enorm, enorm effect. Dus het raakt iets cruciaals. En het tweede is, ik zou een compliment willen geven aan Art van der Steur. Minister die dus onlangs is afgetreden, maar die dit... Het staat ook op camera dit, hè? Ja, maar daarom zeg ik het ook. Die dit goede advies van Aleid Wolfsen in nota door het kabinet heeft gestuurd, zodat het ons in staat stelt om hier niet alleen te beloven, maar ook waar te maken dat we dit snel gaan regelen. Dat moeten we doen. Het zou goed zijn om al deze partijen te vragen, dat als straks dat wetsvoorstel komt als het kabinet demissionair is, dat niemand dat wetsvoorstel controversieel verklaart. Want dan kan het namelijk meteen door. Wie gaat voorstemmen? Ja. Nee, even, wie gaat voorstemmen? Ja, vraag natuurlijk, we gaan het niet ophouden, maar ik vind wel, wij waren initiatiefnemer van die staatscommissie, juist omdat het zo'n belangrijk en relevant onderwerp is. Dat rapport ligt er, dat moeten we ook snel behandelen, maar wel zorgvuldig. Jullie gaan dus voorstemmen, zeg je, ook als het kabinet demissionair is. Geldt dat voor iedereen, behalve wie wil er handen? Ja, voor. Ik wil ook heel behalve het CDA.
Nee, het CDA zegt niet stem tegen. Het CDA zegt laten we het zorgvuldig doen. Ja, elke partij wil het zorgvuldig doen, maar het gaat over kinderen, het gaat over ouders. Natuurlijk doen we dat zorgvuldig. Eén partij kan dat tegenhouden. Kan één partij dat tegenhouden? Juist. Oh! Vandaar dat ik even die vraag stel. En het CDA gaat het tegenhouden? Nee. Ja, dat kan ik er mooi van afmaken. Want, zoals u weet zit ik daar nu niet, dus nee, maar wat, het is helder wat ik heb gezegd. Het is helder wat je hebt gezegd, maar dit is wat anders. Kijk, dit is dus niet zomaar een gewone meerderheid die nodig is om iets aan te houden, aan te nemen. Dit is dus dat u de behandeling kunt tegenhouden. Dus de vraag is dan, toch even wat het CDA je gaat. Daarom zeg ik, daar zit ik nu niet, daar kan ik niet zeggen. Dan zou ik zeggen, juist in zo'n periode dat de Kamer een beetje zit te wachten op een nieuw kabinet, kan je heel zorgvuldig dit behandelen.